Dag Joël, proficiat met je finale plaats bij Mr. G Vlaanderen 2015. Ik ga je nu even enkele korte vragen stellen. De vraag is, wie is jouw grote idool? Mijn grote idool is David Goffin, Belgische tennisspeler. Hij heeft een moeilijke periode achter de rug gehad in zijn carrière, maar is er nu terug volledig bovenop en dat toont aan dat hij heel veel drive heeft voor wat hij doet. En als hij ergens voor wil gaan, dan gaat hij er ook volledig voor. En dat is wat ik ook wil. Als ik ergens voor kies, voor ga, dan moet dat ook volledig naar mijn zin gebeuren en dan gaat dat ook wel gebeuren. Oké. En mijn tweede vraag is, welke dag zou je graag eens overdoen? Dat is de dag wanneer ik mijn vriend heb leren kennen. Dat gevoel dat je krijgt in je buik is ongelooflijk. Dat gevoel is er nog steeds. Dus dat is echt een heel leuk moment. En dat mag eigenlijk iedere keer terugkomen. Ja. Dan was u waarschijnlijk ook heel zenuwachtig. Maar wanneer was u voor het laatst heel zenuwachtig? Dat was bij de bekendmaking van de 12 finalisten. Ik zat in de laatste groep en ik zag dat er nog 3 lintjes over waren. Dus het was wel even spannend wie die ging krijgen. Maar gelukkig was ik erbij, dus ben ik wel heel trots en fier op. Oké, dan ga ik je nog enkele korte vragen stellen, meer keuzevragen. Mijn eerste vraag is, uitgaan of lekker thuis blijven? Uitgaan. En waarom? Ik hou wel van een goed feestje. Maar het is een moeilijke, want ik spendeer ook wel graag tijd met mijn vriend, maar uitgaan zeker, ja. En mijn tweede vraag is, de pannen of knokken? De pannen. Nieuwpoort zit er niet tussen, daar gingen we altijd naartoe, maar dan toch de pannen, ja. Oké, Joël, bedankt voor dit interview.